Andries Smit wordt van de 5 deelnemers de overtuigende winnaar. Heel trots en blij dat ik Den Haag in ieder geval niet alleen als club, maar ook als stad mag vertegenwoordigen. FIFA 17 is niet zomaar een voetbalspelletje. De FIFA 17 is de grootste voetbalgame in de wereld. Waarmee je eigenlijk virtueel op het virtuele voetbalveld kunt voetballen. Veel jongeren zijn vaak eindeloos lang aan het gamen en moeilijk het stadion in te krijgen. En daarom ziet ADO Den Haag een groot belang om de jongeren aan de club te binden door een e-sporter aan te stellen. Ja, dit is een ideaal platform om ook ADO te vertegenwoordigen. Dus naast die prachtige wedstrijden die wij hier in het stadion spelen, ook nu digitaal wedstrijden kunnen spelen. Ik denk dat dit een mooie stap is van ADO om in ieder geval weer wat meer jongeren op de tribunes te krijgen. Verliezers zijn er natuurlijk ook, maar die nemen het sportief op. Ja, ik had het graag gedaan, maar jammer genoeg. Ik gun het de jongen wel. Andries gaat meedoen met de e-competitie en hij is ambitieus. In de e-divisie wil ik het gewoon goed doen. Tijd dus voor een ererondje.